Is voor Oudenaarde een kopbal van Froetos gaat maar net over. Westerlo kan in het eerste half uur enkel dreigen via Bart Goor op een doorgekopte bal van Van Bellen, goed uitgekomen door Merlier. Cordier houdt Westerlo in de beginfase overeind tegen de nieuwkomer uit derde klasse. Hij maakt zich goed lang op een streep van Jesse Martens. Met Schamp zitten we op links en dit keer nog gemist door Jan de Lange. In een ver verleden voetbalde die nog voor Westerlo. De ex-eerste klasser blijft goed wegkomen. Dat Jesse Martens een zware rechter heeft, wisten we intussen al. Pas in het slotkwartier is er de eerste echt uitgespeelde actie van Westerlo. Philip Janssens zoekt de hoek op rechts. Stijn Minne is goed mee ingeschoven en het schot is van Laurens Paulussen. Van Bellen kan dan ook niet scoren. Zo draaien we met 0-0 en dat is heel gevleid voor Westerlo. Ja Bart, de eerste wedstrijd in tweede klasse werd vandaag gespeeld. Kan je tevreden zijn met dit resultaat? Tevreden niet echt, denk ik, omdat je toch moet proberen alle thuiswedstrijden te winnen. Ik denk wel dat dit een belangrijke les was. Ik denk dat je ziet hoe dat er in tweede klas gevoetbald wordt. Je weet dat je altijd als favoriet naar voren geschoven wordt. Dat je daardoor altijd tegen een sterk organisatieresultaat komt. Een ploeg die altijd op de counter gaan spelen. En dan zie je vandaag dat je dan de kansjes die je krijgt, moet je dan afwerken. En vandaag konden we dat spijtig genoeg. We hebben hier en daar wat kansjes gehad. Maar op het laatste moment was er niemand of ging die bal voorlangs. En dat is spijtig. Ik denk dat we toch wel redelijk goede acties gedaan hebben. Het is spijtig dat afwerking er niet was vandaag. Maar ik denk voor de volgende wedstrijd dat we toch terug scherp moeten staan. Je bent ook nieuw dit seizoen in Westerlo. Hoe voel je je hier al thuis ondertussen? Ja, ik voel me echt thuis hier. Het is echt een familieclub. Het is hier heel plezant. Iedereen in de groep is echt geweldig. Het is een goede groep, dus ja. Je hebt 2 punten weggegooid eigenlijk. Natuurlijk hoop je iedere keer als je thuis speelt dat je de 3 punten houdt. En, ja. Maar oké, dat is vandaag niet gelukt. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat we de 0 houden hebben. Ook voor de verdediging, voor de keeper, goed voor het vertrouwen. Maar ja, we zijn wel 2 punten kwijt. Ik denk we hebben toch 2 punten laten liggen, denk ik, voor het begin van de competitie. Ik denk dat we vooral moeten zien dat we kunnen scoren op zich eigenlijk. Dat is zeer belangrijk, want we willen de 0 houden al. Dus ja, voor de wedstrijd moeten we zeker scoren. Ik denk dat we moeten proberen meer 1-2 tijden te spelen, de diepgang proberen te brengen. En dan gaan we iets gevaarlijker zijn. En we hebben wel wat kleine kansjes gecreëerd, maar dat kan ook nog beter. Ja, ik vond al het laatste kwartier van de eerste helft dat we al beter begonnen te voetballen. Dat we sneller probeerden te voetballen. Want het was wat de trainer ons aangaf aan de rust. Dat we veel sneller moesten spelen. Minder de bal aanraken, 1-2 tijden en de bal doorspelen. Dat was in het begin een beetje 3-4 tijden. En dan weet je dat die jongens ook kunnen hergroeperen achterin. Maar kijk, we hebben geprobeerd, we hebben ons best gedaan, vooral in de tweede helft ook. We blijven druk zetten. Natuurlijk was dat ook nog gevaarlijk met de counter van die jongens. Ik heb een paar keer mogen terugsprinten naar hoekschoppen, dus dat hoort erbij. Het is natuurlijk ook een volledig nieuwe ploeg die op het veld staat. Ook misschien een probleem dat die niet echt op elkaar ingespeeld is. Hè? Maar we hebben ook al 7 weken voorbereiding achter de rug, dus dat mag de excuus niet zijn. Het zijn allemaal goede voetballers, anders ga je niet bij Westerlo voetballen. En de trainer heeft gekozen voor dit elftal.
En het is gewoon aan ons om te tonen dat we het waard zijn om in het elftal te staan. Voor jezelf bij Westerlo, hoe voel je je hier ondertussen thuis? Als ik eerlijk moet zijn, ik voel me niet heel goed. Ik heb terug plezier in het voetbal gevonden. Ik heb een jaar niet gevoetbald door een heel zware blessure. Dan ook een beetje door privéomstandigheden uit Nederland teruggekeerd. Maar ik ben blij dat ik hier ben, dat ik kan spelen. Ook al is het tweede klasse. Je ziet toch dat deze club leeft. De club wil verder. Die willen terug hogerop en daar wil ik aan meewerken. Ik denk ook dat de keeper Cordier hier vandaag een degelijke partij kiept. De eerste 20 minuten hebben wij overwicht. Krijgen we kansen. Kopbal net over, dan krijgen we een vrije trap die op de lat belandt. Cordier doet nog een prachtige redding. Dan komt Westerlo sowieso beter in de wedstrijd. Zonder veel uitgespeelde kansen. En kunnen we dan aan de rust 0-0 houden. Voor ons was het een beetje beu. Ik had liever zien dat wij met 0-1 onder rust konden ingaan. Maar 0-0 is voor ons nog altijd heel goed. En dan starten we weer behoorlijk. Wel iets meer druk van Westerlo, de thuisploeg. En ik denk dat wij dan toch wel terug in de wedstrijd komen met een paar kansen. En terug een sterke save van de keeper dan, Cordier. En dan denk ik dat de laatste 10 minuten een beetje pompen of verzuipen was. En krijgen we wel wat ruimte. Kunnen we niet meer goed uitspelen, waardoor we dan terug meer druk krijgen. En dat Westerlo toch wel een paar kansen krijgt om misschien de onverdiende winning goal te maken. Al bij al denk ik dat we vandaag een goede pot voetbal zien hebben. En maar geen doelpunten. Ik denk een hele correcte analyse van mijn collega hier. Ik denk dat wij de eerste 20, 25 minuten moeilijk in de wedstrijd kwamen. Veel onzuiverheden, verkeerde inspeelpases, verkeerde keuzes bij momenten. En was het misschien de eerste thuiswedstrijd, ik weet het niet, maar bepaalde spelers waar je het niet van verwacht, geraakten niet aan hun normale niveau van de voorbereiding. Waardoor we eigenlijk moeilijk in de wedstrijd kwamen. En ik denk dat het inderdaad voor ons buiten de laatste 20 minuten, waar het iets beter was, blij mochten zijn dat we nog met rust 0-0 stonden. Zoals gezegd hebben we de tweede helft proberen toch iets meer druk naar voren te brengen. Maar we moesten toch steeds op onze hoede zijn voor Oudenaarde. Dat vooral de laatste 20, 25 minuten een hele snelle omschakeling had, ook een paar keer in de eerste helft bij hoekschoppen. Daar moesten we zeker voor op onze hoede zijn, maar ik denk dat het de laatste paas telkens verkeerd was, of net niet, vooral de laatste 20 minuten dan. En ik denk dat we mogen spreken van toch een degelijke wedstrijd, vooral de tweede helft van ons, maar jammer genoeg zonder doelpunten. Ervaar je daar eventueel een druk van terug hogerop moeten, of valt dat toch best mee? Ja, ik voel die druk niet, dus ik ben ook al een en ander gewoon. Maar je merkt het wel, of je hoort ook wel aan supporters dat ze hogerop willen. Je hoort ook na de wedstrijd dat ze een beetje ontgoocheld waren, dat we 2 punten weggegooid dan. Maar wij weten wat we willen. De trainer weet wat hij wil, het bestuur weet wat we willen, dus het is aan ons. Ja, maar die druk is er al van in het begin geweest. Je weet dat je in tweede klas zit, je weet dat je favoriet bent of je wordt naar voren geschoven. Om terug naar eerste te gaan, dus dan weet je dat je elke week druk hebt. Dat weet je, dat is hetzelfde als Anderlecht, daar speel je ook elke week met druk. Je moet winnen. En dat is nu niet anders. Ik denk wel dat wij daar mentaal sterk genoeg voor zijn, of het zou toch moeten. Ik denk dat wij nu toch al een 6 weken bezig zijn. En dat wij weten dat wij een spits moeten bij hebben. Maar het is natuurlijk jammer dat je een thuiswedstrijd tegen Oudenaarde niet winnend kan afsluiten, met alle respect, want ze hebben hier vandaag toch heel goed voetbal gebracht. Maar langs de andere kant weten we nu ook wel dat het elke week weer knokken gaat zijn. En je ziet ook, vond ik vandaag, dat die ploeg, zij zijn niks voor niks de eindronde gewonnen vorig jaar. Dat is een ploeg die ook al langer samenspeelt dan de onze. Wij zitten met het feit dat ik vandaag 8 nieuwe spelers heb moeten laten starten. Of zelfs 9, omdat William er niet bij was. Dus en dat zie je ook, dat de echte automatismen, die zijn er nog niet. En dat is niet abnormaal. En dan zie je nog vaak die verkeerde inspeelpases en verkeerde keuzes. Ook posities voor doelen zijn niet altijd wat ze moeten zijn. Maar daar trainen we hard op en dat gaan we ook in de komende weken nog doen.